Ja, er zijn een paar straten die er wel uitspringen. De Noordbuurtseweg waar het gemeentehuis zit is natuurlijk een goed voorbeeld. Zowel fietsers als automobilisten geven aan dat het er eigenlijk niet veilig is. Maar dat is wel een van de straten die jullie als eerste gaan aanpakken. Nou, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. De Noordbuurtseweg is, nou, daar hebben we ook inwonersavonden gehad die konden aangeven wat ze wilden. Daar zijn op dit moment een aantal scenario's uit voortgekomen. En die scenario's gaan binnenkort naar de raad. En dan kan de raad bepalen van welke wordt gerealiseerd. En dat heeft heel erg te maken met de financiering. Het gaat wel heel veel geld kosten en zij zullen kijken van, nou ja, wat hebben we ervoor over om een bepaalde aanpak te realiseren. Nou heeft Zoeterwoude ook erg last van sluipverkeer doordat het op de A4 steeds drukker wordt. Nou, die wordt natuurlijk breder. Gaat er dan in de omgeving van de A4 nog iets gebeuren? Ja, daar gaat heel veel gebeuren. We krijgen natuurlijk de aansluiting van de Rijnlandroute. Dat heeft een aanzuigende werking ook voor de onderliggende wegenstructuur. Met name ook de N206. Daar gaat het echt drukker worden. En we hebben ook het Rijk gevraagd en ook de provincie om te bekijken wat maatregelen kunnen zijn om die extra verkeersstroom te kunnen handelen. Het heeft ook effecten op het openbaar vervoer. Daar rijdt de bus 400, Airnet 400. Dat gaat nu nog redelijk goed, maar in de spits staat die al vast. En dat zal alleen maar erger worden. Dus we moeten ook bekijken, samen met de provincie, hoe we dat probleem op een goede manier kunnen oplossen.